Meet. Zo binnen gelijk is het aan op de juiste. Maar daar staat hier in toe. En dan moeten ze nog hier in doen. Dat zijn precies twee verschillende schoenen. Ja, nee. Dat is een binnenkant zie je roze en een buitenkant zie je wit. Dat is wel een grappig. Nou, de ene kant zie je de roze kant. Ja, ja, dat weet ik. Voilà. Ja. Oh, ja. Ja.
Ja, ja. Komt niks aan. Zo. In de eerste reis, de rode vlag. Natuurlijk moet je de rode vlag nog even verder doen. Maar de eerste loper van de 7,4 kilometer is binnen. Een dikke proficiat. En we hebben als overwinnaar de Peter Siebren. Dit is onze tweede man van de lange afstand. En alle deelnemers krijgen een handdoek. Dat kunnen ze zeker gebruiken na zo'n zware inspanning. We zullen naar rechts rijden. Rudy.
Ja, ja. Kom er. En hier komt onze eerste lokale loper binnen. Chris Verhaas, Gerry Verhaas, beter. Nee, Jan. Hier komt onze volgende moedige loper. En nummer 5 en nummer 6 komen binnen hun rol. 6 Geen Gino en 7 is weggelegd voor Frans Lenders. Onze achterloper is binnen. Mark Raas. Dan is aangekomen Gert Joos. Wim de Vries is ook binnen, proficiat Wim. Onze volgende jobber meldt zich aan. Plaats 11 voor Robbie Verschuren. Niet te hard in je hoofd die dood is. 12 lopers binnen. 12e plaats is voor Philippe van den Branden. 13 en 14 meldt zich aan. 13 is voor Davy van den Einde en 14 voor Jonas Berkens. De 15e plaats is voor Chris Hoekens. Plaats 17 is voor Dave Gijzeman. En nu komt de eerste dame binnen van de 7,4 kilometer. Ach ja, die is binnen. Wouter Frone is dat. Proficiat. Ja, ik had al eigenlijk veel aan u gebeld, dus ik had veel gemist oproepen.
Opgepast. Chef de Vries binnen, plaats 30. Aankomst voor Jorne van Hol op de 31e plaats. En vanaf morgen staan alle uitslagen op de website van www.lg-wiekeborst.be. Ondertussen zijn we aan 35 deelnemers die binnengekomen zijn op de 7,4 kilometer. Met op de 35e plaats gereden. Goed. Plaats 36 is voor Bart. Met de Stijn van Wim, 37e plaats. Druppelsgewijs komen de deelnemers nu binnen van de 7,4 kilometer. Met Pascal van Hout op 39 en 38 was Mark Hens. We zitten aan 40 binnengekomen joggers voor Guy van Kampenhout. Bert van Hoven binnen, plaats 41. Reetje Alen op plaats 42. Johan van Varenberg op plaats 3. Ja.
Thank you.
Kom, zo snel bij je. We gaan onze aandacht niet alleen naar de 7, maar ook naar de 10. En als overwinnaar hebben we daar Vincent Berix. En leggen de afstand af in 17,57 km per uur en deed daar 36 minuten over. Dat is vrij snel. Tweede werd daar Emmanuel van Noverie en derde Chris Wouters. Fantastische geloof, een jonge deelnemer die het aandurft van de lange afstand te doen. Nog een dame die binnenkomt, proficiat allemaal. We krijgen onze vierde aankomster. Pieter van Dijk. Een overmoedige dame, Henny Lambert, proficiat Henny. Thank you.
En ik weet niet, dat wacht op zijn mama. Mama, baby. Jenny. Jenny, wacht op mama. Wie is bij jou aan de voor 10,8 kilometer is ondertussen 26 seconden verstreken en hebben we 5 jongens die zijn binnengekomen. Nu is onze derde binnengekomen, Mark van der Weijen. De vijfde, ja, sorry. Het is Mama Daisy en Jeline wacht op de Mama Daisy. Maar Mama is nog niet mee aan het lopen, hè? Dan moet je nog even wachten aan je. Aan de aankomstlijn. Een heleboel aankomst. Lopen ze nog van de 7,4 kilometer. Af. Ze hebben nog een sportje maken. De 7,8 kilometer, deze plaats is Arne Geerling. De 7. Ondertussen zijn er 13 deelnemers binnen van de 10,8 kilometer. Er is een kindje dat wacht op zijn mama. Mama, Daisy, kindje. Ondertussen zijn er 20 deelnemers binnen. Hun raad. De eerste dame is in aantocht van die grote lange afstand, 10,8 kilometer. Dikke proficiat voor Karen Peters, de eerste dame. Eerst mee met mij met de veel ook zeg jongen. Ja, dat kan ook. Jij niet mee, want hij doet altijd later af. Ik heb altijd tijd aan. Ik heb er al in gedaan, ja. Allee. Deze ver blijven, hè? Ja, maar je moet op tijd roepen, hè? Ja. Ja, ik
Doe me hey. Oh, die man is in mijn verbaasd zou ik moeten zeggen van de 16 maar achter die groene mannen die met de groene nummer daar. Zo ben ik er aan begonnen, maar ik kon dat lopen. En ben ik zo overal op zo. En dat kost allemaal geld, hè. Ja. Hier is het. Kan je helpen? Ja, dat hoort dus. Welke kant raak het beste van een rilor draag? Dat of dat? Druk? Van een rilor. Kinderraad of dat? Ja, Esther van Berg. Esther van Berg? Ja. En dan Esther van Steerweg en zo naar Eschot. En dan rilor weg. Ah, oh, ja, dat is kut. Hier is het ook zo, het is allemaal recht. Hè. Ja, we moeten niet gewoon op vieren. Dank u. Ja. En dan 22e is geworden, Ben Heilen. 45 minuten. Hart Marien en de 24e plaats krijgt. Runny Engels, 25e plaats. De tweede dame van de grote afstand is voor Veerle Van Damme. Steven Zweek. Thank you.
Nico van Hoof, 31. En 33 van de team van Mari. Derde dame. De derde dame met zich. Proficiat voor Ilse Ooms, 35e plaats. Teddy van Haveren en de Polszalen, een man van bij ons, 37 en 38e plaats. De 39e is voor Freddy van Geenhoven. Willemsmark werd 51e. Mark Dirks, 53e. Een moedige dame, geëindigd op de 54e plaats, Rita de Vries. Joost Nicolet, 55e geworden. Nog 3400 meter zitten we aan 111 mensen die lopen die er binnen komen. En als dat lukt, dan gaan we het even naar huis. Het is al een hele prestatie als je het mij vraagt dat je die afstanden uit kunt lopen. Zeker die 10 kilometer en 800 meter dat je dat af kunt. Dat is voor mij al, dat is zo voor mij. En nog deelnemers melden zich. Blij dat ze de afstand hebben gehaald, uiteraard. 60 deelnemers binnen, 60e plaats voor Rudy Boekmans voor de lange afstand. En nog maar toekomende binnen. En er zijn er nog een heleboel die zich melden. Blootvoets in het park, meloper. Ava Proficiat. Hey.
Ja, ze. Ja. Bij een marathon zitten dikwijls een limiet op of zo, maar ja. Deze is dat niet. Ik kon er niks tegen hebben, zeg maar. Ja. Die hebben ze altijd gestaan. Ja. Hé, hey, je moet nog hier een tour doen, hè? Waarom niet? Elke deelnemer heeft respect op een goede aankomst.